fuck Gooi it. Die tieten de lucht in. Gooi die tieten wasserboten. Weet je, al die dickpics. Ah. Dit is mijn seksmobiel. En deze zomer sta ik op de plek waar het allemaal gebeurt. Je eerste kus, je eerste keer of misschien wel je allereerste SOA. Welkom op de jongerencamping. En ook hier geef ik iedere week met een gast antwoord op al jullie vragen. En vandaag doe ik het met Sylvana. Ni hao, dit weekend is de 1000ste Formule 1 race. Ik durf het gewoon niet voor te lezen, ik vind jullie zo lief. Een goed gevecht, dat is leuk, maar dan onder de lakens. Sylvana! Ja! Leuk dat je er bent! Onwijs! Eerste gast op de camping, hoe voelt het? Ja, te gek. Een lekker sfeertje, het weer is goed. Ja. Heel fijn om zo'n zomergevoel te hebben. En jij hebt dus sinds kort een vriendje. Ja. Hoe voel je dan aan jezelf dat je in love bent? Heb je nog dat verliefde gevoel? Ja, heel. Ja. Ja, en ik denk dat zich dat uit en dat je toch wel heel veel aan die persoon denkt. Als ik 's ochtends wakker word, is hij de eerste die ik app. Als ik naar bed ga, app ik hem. We bellen als we elkaar niet zien. Ja, en als ik aan hem denk, dan word ik gewoon heel, heel blij. En ik ben onwijs trots op hem iedere keer. Een hele lieve jongen. Ja, zie als ik er nu over praat. Dan ja, je glundert helemaal. En ik denk dat dat het is, ja. dat verliefde gevoeletje is. En jij krijgt natuurlijk wel meer aandacht dan van je vriend. Ja. Van meerdere mannen. Ja. Hoe is dat voor hem? Hij gaat daar heel goed mee om. En dat waardeer ik heel erg. Want dat moet je ook maar kunnen als man. Ja. Maar hij zegt van, ja, stuur allemaal maar berichten. Doe dit, doe dat. Maar ze ligt naast mij. Dus hij is gewoon heel nuchter, zelfzeker daarin. En dat vind ik heel mooi. Want ik voel me ook wel eens schuldig. Want het gaat best wel ver bij mij. En af en toe dan pakt in hij... In wat dan? En dan zegt hij, dan verveelt hij zich. Zil, mag ik even je telefoon? En dan gaat hij even door mijn DM's. En dat vindt hij gewoon vermaak. Hmm. Weet je, al die dickpics, al die mannen die... Och, ik wou dat ik dit was. Nou, als ik hoeveel nu, krijg als je er nu per open, dag? Ja, het is best verschillend. Want soms heb ik een hele dag niks. En soms heb ik in één keer een hele dag 20 of zo. En ook ja, filmpjes. En ik, het is misschien ook omdat ik er... Ik heb er al eens over nagedacht. Ik reageer er ook wel eens op. In de zin van dat ik het deel in mijn story. Ik lach erom. Ik heb zo de gek met die gasten. Ja. Weet je? Je kan er beter maar om lachen dan om huilen. Dus. En ik heb het idee nu pas dat ik denk van ja, misschien wakker ik het ook wel een beetje aan. Ja, ik denk wel dat ze weten dat ze bij jou daarbij terecht kunnen. Ja, en ik ook af en toe dan krijg berichten, Jure. En dan zet ik dat op mijn Insta-story omdat ik het eigenlijk te krankzinnig voor woorden vind. Maar ik streep hun namen door. Dus iedereen die... Ik denk dat dat nu een soort van effect heeft. Ja, Sil, die kan... Je moet harder zijn. Ja, misschien... Als het niet kan, dan moet je ze gewoon shamen. Nou, toch? Als het bij jou over een grens gaat, moet je denken, fuck jullie. Ja, maar ja, weet je, dat vind ik ook weer... Maar het is tijd voor advies. En echt, we hebben mega veel verzoeken gekregen voor jou. Oh joh. Om je hier te krijgen. Dus we gaan door naar de eerste vraag. Beste Jurre, ik ben een meisje van 17 jaar en ik zit met een probleempje. Als ik wil masturberen, duurt dit erg lang, omdat ik erg snel in mijn gedachten word afgeleid. Ik doe hier ongeveer 3 kwartier over. Ik heb ook al seks gehad, maar ben nog bij niemand klaargekomen. Maar toch ben ik best vaak geil. Dus dit vind ik best vervelend. Hebben jullie tips? 3 kwartier is wel echt mokenlang, jongen. Ja. Maar ik heb wel oprecht een tip. Want mijn moeder en mijn zus, die hebben om mezelf te ontdekken, hebben zo'n heel klein vibratortje ooit aan mij gegeven. Ja. En ik kwam ook nooit dat klaar. Dat hebben ze echt aan jou gegeven? Ja, serieus. Want ik kwam ook nooit klaar. Niet met vingeren en zo. Het was voor mij heel lastig. En toen kreeg ik dat en toen werkte het. En dat was een soort van extra stimulans wat ik toen nodig had. En toen ik dat eenmaal had ontdekt, lukte het ook met vingeren. Oh ja? Ja. Omdat je die plek waarschijnlijk gewoon toen ja, hebt gevonden. Ja, en dat werkte voor mij heel goed. En mijn beste vriendje had precies hetzelfde. En toen heb ik dat voor haar gekocht. Oh ja. En het lukte haar toen ook ineens. En dan zul je zien van, wow, dit werkt en het is effectief. Dus dat is denk ik wat voor mij heel erg heeft geholpen. Ja, dus eigenlijk ben jij het levende bewijs. Koop iets, toch, waarmee je die plek kan vinden. En dan zal de rest sneller lukken. Probleem, like en subscribe. Yo, ik heb een vraagje. Mijn eerste tongzoen komt eraan. Hoe weet ik nu of we gaan tongzoenen of gaan zoenen zonder tong? Moet ik het gewoon vragen? Ik kom best goed overeen met meisjes, et cetera. Maar een tip van jullie bazen kan nooit kwaad. Joejoe. Tongzoenen. Hoe weet je dat inderdaad? Dat was spannend, de eerste keer. Weet je dat nog? Jouw eerste keer? Ja, ik vond tongzoenen een heel groot ding. Ik weet ook nog wel dat ik soms vroeger had, als iemand me dan ging zoenen, dat ineens die tong erin kwam. En dat ik dacht, dit hoef ik niet. Ja, en dat is ook ervaring, denk ik. Ik denk... Als we het een beetje beknopt houden, niet bespreekbaar maken, dat is raar. Dan wordt het een ding.
En dan wordt het allemaal ongemakkelijk van. Ja. Probeer het gewoon. En je bent dan zo, misschien een beetje tong erin, een beetje happen. Voel het aan en langzamerhand ervaar je wat werkt en wat niet werkt. En gaat het ook niet in stapjes? Dus je begint gewoon zo en dan ga je een beetje happen. En dan voel je wel of iemand echt heel erg gaat meehappen. Dus zodat je misschien naar stap 3 tongen kan. Of als iemand gewoon heel klein blijft, dan moet je niet ineens die tongen induwen. Nee. Je moet gewoon samen zo naar die stap 3, naar dat tongzoenen gaan. Het is een gevoelsding. Ja. Weet je, als je er eenmaal in zit, dan gaat het ook lekker en dan gaat het vanzelf. Ja. En als je een beetje onzeker bent, dan kan je ook gewoon een beetje laten leiden. Je overgeven, zodat het sowieso fijn is voor de ander, want ja, die heeft de leiding. Ja, dat is een hele goeie. En je kan ook nog, we hebben een Emma's Piep Show en die gaat echt over zoenen. Dus als je nog veel meer tips wil, dan kan je die ook even kijken. Ik ben op vakantie een mooi meisje tegengekomen op het strand. Ik zag haar naar me kijken en ik keek terug. Ze bloosde een beetje en ik ook. En ik vraag me nu af, hoe zou ik op haar af kunnen stappen? Nou, ik denk dat het eerste advies al is, doe het gewoon. Je hebt echt niks te verliezen. Ja, maar dat is toch zo eng. Helemaal gelijk, onwijs spannend. En dat had ik een paar jaar geleden ook niet gedurfd. Maar ik heb wel geleerd in het leven, niet dat ik zo oud en volwassen ben, maar af en toe moet je dingen doen wat je echt niet wil, waar je enorm tegenop ziet. Mm. En op het moment dat je het dan doet, dan denk je, holy shit, ik heb het gedaan. En wat ik ook wel denk, is dat als je dat gewoon doet, dan eis je eigenlijk het meeste respect op. Omdat iemand denkt, holy shit, dit is eigenlijk zo stoer dat iemand dat doet. Dus ik denk ook dat het de meeste slagingskans heeft. Plus dat meiden, ook al heb je een Doubts & Cruise, ook al heb je de allermooiste vrouw van heel de wereld, als jij gewoon zegt, hey, ik zag je staan, ik vond je een hele mooie meid en ik wilde je even begroeten. Nou, dan heb je iedere meid voor je gewonnen. Maar stel nou dat jij die Princess Charming zou zijn. Ja. Hoe zou je dan willen dat iemand op jou zou afstappen? Ik denk gewoon door te zeggen van, ik zag je staan en ik kan niet om je heen. Wat ben jij een leuke meid? Oh. Nou, prima. Ja. Je hoeft echt niet te zeggen, hey, is je vader bakker, want je hebt lekkere kadetjes. Dat hoeft allemaal niet. Nee, dat maakt het dan denk ik kut. Want dat dan is er zo over nagedacht. En dan denk je echt zo van, oké, dit is zo obvious. Als je gewoon heel lief en oprecht bent. Misschien is dat het. Gewoon lief en oprecht. Ja. Toch? En gewoon doen. Want wat heb je te verliezen? Echt helemaal niks. Ja. Ja, het enige wat je hebt te verliezen is dat ze denken, wat kut. Maar had je niet op haar afgestopt, had je nooit geweten. Dus gewoon doen. Gewoon dat is de tip. Ja, echt. Ga ervoor. Ik ben een meisje van 16 jaar en ik ben best wel wat voller. Echt super dik ben ik niet, maar ik ben er wel onzeker over. Als ik naakt ben, ziet het er niet echt super sexy uit. Ik heb nog nooit seks gehad, maar heb wel al andere dingen gedaan met jongens. Maar toen waren we nooit naakt. Nu is er een jongen waar ik misschien mee ga afspreken, maar ik ben bang dat als het er dan van komt, dat ik iets met hem doe wat hij echt verschrikkelijk lelijk vindt. Wat moet ik nu doen? Och, lieverd. Oh, dit raakt me echt. Waarom? Och, lieverd. Ik kijk Temptation Island, ik kijk Ex on the Beach en ik word helemaal naar van al die veel te perfecte vrouwen, veel te slank, alles veel te nep. Ja. En zij is daar zeg maar nu het slachtoffer van het veel te ideale plaatje. En dat vind ik ontzettend erg. Als jij als vrouw onzeker bent, we krijgen het er niet uit. Ze is onzeker. Maar kijk naar jezelf in de spiegel en zeg, ik mag er zijn. Ik mag er zijn, ik mag er zijn, ik mag er zijn. En zeg het iedere dag 10 keer en dat gaat een beetje helpen. Ja, helpt dat denk je? Ja, absoluut. Dus en je moet gewoon scheid hebben eigenlijk. Nog een advies heb ik ook een keer tegen een vriendinnetje gezegd. Ik zei, jij gaat nu op stap en je gaat denken dat je een lekker wijf bent. Denk de hele avond, ik ben een fucking lekker wijf, ik ben Doubts & Cruise, ik mag er zijn. Ja. Nou, zo liep zij dus rond. Oh ja? Dan straal je het uit, echt waar. En ze heeft zoveel aandacht gekregen. Dus ja, echt, omdat je gewoon helemaal soort van straalt. Geloof het, weet je, fuck die shit, bluff het er maar doorheen. En op een gegeven moment, als je het zo, dan straal je het uit. En dus niet je schouders laten hangen, nee, fuck it. Bring it on, ja. Oké, maar dan is dat je huiswerk. Ja. Dus ga het voor ons alsjeblieft gewoon één keer proberen. Bij die jongen die je nu wel ziet zitten. Ja. Probeer het gewoon één keer. Heb gewoon scheid. Denk gewoon, ik ben een fucking lekker wijf en ik mag er zijn. Ja, en als je je BH uitdoet, doe dan niet zo. Maar doe je BH bam! Uit. Fuck Gooi it. Die tieten de lucht Gooi in. Die tieten, motorboten. Nee, ja. Grapje. Nee. Maar doe nou, het. Nou, motorboot is wel leuk. Nee, toch? Maar misschien. Maar echt, weet je, doe het gewoon en ja. Ja. Niks te verliezen. Echt niet. Alleen maar te winnen. I can see clearly now the rain is gone. Oké, hier hangt hij.
Een hele waslijn met allemaal washandjes met opdrachten. En jij mag er één kiezen en die moeten wij dan gaan strijden samen. En die gaan we doen. Welke kies je? Ik kies de L van liefde. Oké. Vind 10 mensen bij wie je gezamenlijk het woord seksmobiel op het voorhoofd mag schrijven met een stift. Maar iedere persoon één letter. We krijgen alle twee een toeter. En wie het snelst dus overal de letters op hun voorhoofd heeft geschreven, die heeft gewonnen. Ben je er klaar voor? Het is best wel zielig als we mensen hun gezicht moeten ondertekenen. Of is het grappig? Dat is grappig. 3, 2, 1, go! Ik ben heel fanatiek met spelletjes. Oké, ik zit even te kijken of dit nou een watervaste stift is. Ik moet het woord seksmobiel op iemand zijn hoofd hebben. Ja, ja, is goed. Oké, jongens. Ik moet bij iedereen, als dat mag, bij iedereen op het voorhoofd een letter schrijven. Mag dat alsjeblieft? Oké, sorry. Ik vind het erg vervelend nog. Oké, doe ik bij jou de S. Oh, wat lief zijn jullie seks. Oké, dit gaat als een speer. Mag het? Ja. Oké. Wil je ook een zwart tandje? Nee. Oké. Ja, ik ga ze niet te gek laten staan. Mag het? Ja. Oh jongens. Mag het? Oké, ik heb nu seks. Oké, willen jullie alsjeblieft even meerennen? Oké, gaan we even doorzoeken naar de volgende? Oh. Oh, ik heb jou gisteren al ontmoet. Je bent heel lief. Mag ik een letter op je voorhoofd schrijven? Yes, oké. Is het watervast of niet? Het is een beetje permanent. Oké, dat is perfect. Mag het bij jou ook? Ja? Nee. D, I, E. Ik hoef er nog maar 3. Ik moet nog een E en een L. Iemand? De I. Mag het alsjeblieft? Echt? Oh, wat lief. Mannen, mag ik wat op jullie hoofd schrijven? Oké, en nog de laatste. Buurvrouw, de L van... Lul. S. Nee, godverdomme. Gewonnen! Oh my god, eerste seks special, zo'n special gewonnen! Yay, yay, yay! Oh, ik kan niet tegen mijn verlies. We moeten Sylvana hier naartoe krijgen. Seksmobiel, ja, ik heb gewonnen! Ik dacht, ik ga ze helemaal verneuken, al die mensen. Ik was nog wel aardig bescheiden. Jij hebt inderdaad wel hele lieve lettertjes. Ja, ik vond het een beetje. Maar ja, met lief kom je er niet. Ik heb gewonnen. Hey, heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Heb je nou een vraag? Laat het ons weten en geniet van het mooie zonnetje. Yeah! Yeah!